ik ben Brechtje. En ik doe allemaal leuke dingen vanaf nu. En daar ben ik heel blij mee. Nou, ik moet een leuk verhaaltje vertellen. Ik ga niet echt een heel erg fantastisch verhaal vertellen. Maar wat ik bedacht heb, is dat wij hier met z'n allen ontzettend veel delen. En daar word ik heel erg gelukkig van. En ik mis daar één ding van. Dus namelijk dat wij nog steeds allemaal denken dat we van dingen niet genoeg hebben. En daar geloof ik echt niet meer in. Ik ben ook nog econoom. Dus ik ben opgeleid om daar wel in te denken. En ik weiger. Ik heb ook 13 jaar over mijn studie gedaan om die reden, denk ik. Maar dat is met voortschrijdend inzicht bedacht. En we gaan af van het schaarste goed. We gaan gewoon in voldoening denken. Dat is mijn verhaaltje. En wat het verder inhoudt, dan mag je me even bellen als je dat graag wil weten. Klaar. 2014. Nou, dan ga ik er dus vanuit dat we 2012 met z'n allen massaal hebben overleefd. Ondanks alle waarschuwingen die we hebben gekregen dat er de wereld ten onder zou gaan. Of dat er een nieuw tijdperk start. Dat laatste hoop ik overigens echt wel. In de vorm van dat we dan met z'n allen delen en dan begrijpen hoe het zit. En dat we allemaal ons oneindig potentieel aanspreken en met elkaar gewoon fantastische dingen neerzetten. En dat de hele wereld een klein beetje mooier is geworden. Omdat we allemaal hebben begrepen dat alles één is.